Wensport Klossie magazine gehad. En ik vond dat er een beetje een plat stuk in stond over een manner die ik geweldig adoreer. Je zou bijna kunnen zeggen, dat is mijn enige idool in mijn hele leven. Manner hoor, als man ken ik hem niet echt. Sorry Wensport, het stuk zelf heeft niet echt veel diepte. Beetje schoolkrantachtig zelfs zo. Wat is je lievelingskleur en welk eten lust je het liefst? Ik mis eigenlijk nog de vraag, wat is je lievelingsdier? Ik heb het hier inderdaad over Boyd Excel. Maar toch, Boyd Excel. Hij toont kwaliteit over het hele vlak, vind ik zelf. Hij rijdt met 4 gelijke paarden in kleur, temperament en africhting. Diervriendelijk gebruikt hij zijn zweep alleen om te tikken. De leiders alleen maar om te sturen. Alles wijst op een complete tijdrovende voorbereiding en supertraining. En het komt tot uiting in het plaatje. Soepel gewijs en span door de hindernissen. Kopjes links, kopjes rechts, zonder gehinderd te worden door een rukkende manner. De manner zelf zit overigens altijd wel super hard te werk op de bok, maar zonder veel geschreeuw of rare bewegingen. Ik neem daar duidelijk mijn pet voor af. Boyd Excel, absoluut. Maar dan ook nog, op de vraag waarom het WK niet doorging, toont hij zich nog meer een heer met een hele grote beleefdheidsfactor. Hij somt zonder één enkele naam te noemen, gewoon enige feiten op, die wij eigenlijk al lang al allemaal kennen. Magistraal houdt hij zich op de vlakte, toont zich hier een profsporter met veel gevoel voor kwaliteit. Betreurt absoluut dat het WK niet doorging, maar legt zich erbij neer zonder één enkele wanklank over welke andere manner of mens dan ook. Daarvoor neem ik mijn petje absoluut af en maak ik een eerbiedige buiging. Boyd Excel, you're absolute my favorite. Thank you very much. Respect for you. Oké, dan nu naar de vlog over Oenkerk. Dan ons meetmoment in Oenkerk. Nou, daar komt hij hoor. De kogel is door de kerk en de baas heeft gekozen om toch te vierspannen. Dit keer met de paarden René, Rina, Rachel en Roderick. Dat wordt nog wat, want René is niet in de waterbak te houden. Terwijl Rachel graag een beetje pootje baart. Maar met Rina erbij moet het toch lukken. Ook allebei vrouwen waren in de vroege ochtend present. En zo vertrok de 25 kilo lichtere baas met echtgenoot, want wie vertrouwt er nog met zoveel bijvrouwen in de buurt, richting Oenkerk. De eerste hindernis bleek onmiddellijk niet te doen. Natuurlijk probeerde de baas zelf het nog wel even, maar aflot bleek dat onze hoofdkoets er gewoon niet doorpaste. Goede raad was duur en zo toen die... Jongens, dit is mijn tekst niet. Dit is de tekst van Harry Struiker. Struiker. Ik doe mijn vlog wel uit mijn hoofd. Dit gaat helemaal verkeerd wat dat betreft. Hoi! Verkennen, dat ging prima, jongens. De hindernissen leken niet te moeilijk en toch wel tricky, hoor. Ja, er zaten wel wat boegies en boopies tussen, hoor. De terugweg over die geweldige afsluitdijk, dat was een filmwaardig avontuur. Wind en regen maakten mijn voorruit ondoorzichtig. En als er toch helemaal niets te zien is, dan is uiteindelijk Kroen Kevin die achterin zegt, ik ga tukken. Iedereen, min 80 rijden, dweilen van links naar rechts. En Kroen Kevin legt achterin, hij was echt even weg, zei hij. Nou, wij waren ook weg, van angst bijna. De wedstrijd zelf liep super natuurlijk. Hindernis 1 liep lekker. Vaardigheidshindernis 2, ja, dat was wat. Daar was een balletje niet te vermijden, maar goed, dat hoort erbij natuurlijk. Hindernis 3 was een super sprookjesbos, zo mooi, wij waren onze echte bosridders, dat we dachten we doen daar gewoon nog een extra rondje. Dat is ook wel weer leuk. De kistenhindernis, jongens, daar gingen wij zo vlot en snel doorheen, dat leek wel één grote houten wand. Prachtig mooi, geweldig, schitterend wat dat betreft. Waterbakhindernis 6 was erg lollig, daar stapte de poort F stiekem opzij toen we eruit kwamen. Wij komen aan, poort F, stapt zo opzij. Mis. Klein rondje extra natuurlijk weer. Ja, het moet wat. Ik moet die tijden toch verantwoorden van het meterregelmoment. Nou, hindernis 8 die liep gewoon zoals alle hindernissen zouden moeten lopen. Start, volle galop, om de F heen in dit geval. Die stapten we niet opzij, dan wordt het weer lastiger. Hè? A, B,
catering. Wij hoorden dat niet iedereen het deed, maar gelijk links er weer uit. Hup, C, weer het water in. Rechts er weer uit. D, de E pakken. En in volle galop recht door het water. F, links voor de foto. We gingen zo snel, ik hoop dat Annemarie, heb je wel foto's kunnen nemen? We zagen je wel even staan. Ik kwam een beetje bleekjes over. De meeste mensen zijn wat ronder en wat voller, Annemarie. Ik hoop dat het goed met je gaat wat dat betreft. Man. Het was gewoon weer zo'n ouderwets prachtige dag. Je mag het geen wedstrijd noemen. Het was een meterregelmoment. En we hebben ook alles gemeten en alles geregeld en gedaan. Maar Jonna, die was natuurlijk weer van ouds een super crew. Nou, Kevin die had genoeg geslapen tijdens het verkennen terugweg. Dus die was ook super scherp. Dat is ongelooflijk. Die riep helemaal achterop nog een keertje dat we dus links of rechts moesten. Maar alle eer naar de team. De paardjes. We zijn ook nou zover. De paarden kunnen nooit een excuus meer zijn, hè? Ze heten bij ons geen Rina of Risa, weet ik van wat. Bij ons heten ze dus Hera, Ivanhoe, Empire en Giant en allemaal Blight van achteren. En zo is de baas ook Blight. Ik bied absoluut mijn excuus aan voor alle slordige korte wendingen. Want ja, dan ben ik wel eens een beetje in hun mond. Sorry, excuus. Ik bied alle excuses aan alle bomen die we geschampt hebben. Ken ik ook weer niks anders van maken. Dank aan allen waarbij we afscheid hebben genomen en de boel hebben geëvalueerd op anderhalve meter. Het zijn heel andere feestjes dat ik gewend ben. Niet zoenen, geen handen schudden. Zelfs niet even iemand in zijn mond hijgen. Nee, anderhalve meter hebben we keurig staan te evalueren. Maar jongens, wat was het gezellig daar op het parkeerterrein van Oenkerk. Daar gebeurde ook dat iemand mij vroeg om deze vlog te maken. En daar sta ik nu. Portugal-Duitsland. Ja, 4-1, dus de lol is eraf. Bouke Meindersma, die vroeg mij persoonlijk om deze vlog te maken. Er moest wel wat op internet komen, zei hij. Ik heb nog gevraagd of Bouke wist wat internet was. Maar dat konden ze hem allemaal wel vertellen wat het was. Dat was dat filmpje van Monte. Was toch wel leuk. Bouke was absoluut broodnuchter, want hij rook 0.0. Maar het blikje was even goed te zwaar. Glipt uit zanden. Maar toch, Bouke, speciaal voor jou. Bouke Meindersma. Deze vlog. Het was super gezellig voor de rest met Klaas Kraan. En geweldig veel dank aan de organisatie die dit meetmoment toch maar wist te realiseren. Super dank, was gezellig, was voor elkaar. Alle bordjes hingen er. Het was ongelooflijk. Dus voor iedereen daar, de complete organisatie, mijn welgemeende complimenten. En dan nog, ijsreuken. Sorry, maar ik ben blij dat je vies mag rijden. En wat heb ik nou gehoord?